Bols en weers, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video gaan we een aantal coins behandelen die ik niet heel veel hoor en volgens mij wel waard zijn om even naar te kijken. Uh, dus daar kunnen we vandaag, in, voordat we daarin duiken, uh, duiken we even in Bitcoin. En daarbij wil ik steeds de dollar erbij betrekken, want zoals je link rechtsonder ziet, die dollar die blijft maar sterk. Ook al trek ik die Fibonacci vanuit hier, dan heb ik nog dit stuk om te groeien. En dan kom je weer bij dit stuk waar die echt door de grond heen zakt. Dus daar kan je niet zo resistant gaan vinden, maar dat is nog best wel een groot stuk. Het niet, is niet een groot stuk qua percentages, maar om deze te laten bewegen is er echt veel meer geld nodig dan om deze allemaal te laten bewegen. Om de hele crypto te laten bewegen. Um, ik had hem eerst hier en dan ben je eigenlijk al voorbij die 0,68. en 8, Want vanuit deze candle verlies je het echt. En je kan het ook denken vanuit deze candle. Daarom denk ik dat we uiteindelijk vanuit deze candle moeten meten, maar... Je hebt hier in ieder geval een stuk ook met die groene trendlijn. Of tenminste, hier is het support en hier zou het resistance moeten worden. Maar hij is zo sterk dat hij er gewoon doorheen gaat. En het kan een piercing zijn. Dus als het bijvoorbeeld voor vanavond hier beneden sluit. dan is dit alleen maar een goed teken voor de crypto en andere markten. Want het geeft het lucht in de crypto. Uh, zodoende als deze sterk blijft. dan zal je in de crypto gewoon weer rode dagen krijgen. Niet alles, maar voornamelijk de Bitcoin en zo. En dan waarschijnlijk ook wel alles uh, zie je gaan dalen. En het hoeft niet eens de, de, tegenover de bitcoin kant te zijn, want die kan groeien. Maar je dollarwaarde die zal dalen of je eurowaarde. Het is maar net waar jij naar kijkt. Uh, voor bitcoin, ja, ik blijf gewoon de hele tijd naar die dollar kijken. En natuurlijk kijk ik ook wel naar bitcoin, want ik zie hier wel wat kopers opkomen. Alleen die zouden het wel nog moeten winnen. Als we er iets dieper in gaan, dan zie je hier die kopers komen. Maar je ziet ook het verkoopvolume, dat het er echt voor is. Um, zo zie je ook weer, als er volume komt, dan is het wel verkoopvolume. Ook in deze hele grote move, dan zie je hoe rood dit stuk is. En het daalt maar zo'n klein stukje. Maar goed, je ziet hier dus al wat kopers komen. Dus het kan misschien wat lucht gaan geven. En wanneer, je ja, wanneer moet je dan echt gaan opletten? Als we hier uitbreken. En retrace erop testen en dan naar boven. En misschien dat het ook in één candle, want dit is toch wel weer van de 56.600 uh, tot de 59.400. Het valt nog best mee, maar het is wel, het is wel een grote candle. Je ziet in ieder geval dat er kopers bij komen. Waar mijn video om wil, of tenminste waar deze video uh, over gaat, is over OM, over Pearl en over Qtum. Om te beginnen gaan we naar OM tegenover Bitcoin. Je ziet dat je best wel, op een, of tenminste je zit gewoon op een hele mooie rest reward plek. Als je er iets dieper in gaat, dan kun je altijd je risico natuurlijk bekijken. Want heel even weer, naar deze bodem is een 13% of een 14%. Naar deze bodem is een 25%, zeg maar bijna een 30%. Naar deze bodem is een 60%. Nou, acht ik die kans kleiner dat hij naar deze bodem gaat dan naar deze bodem. Maar dit, deze bodem kan hij sowieso altijd even testen. Dus dat is een min, min 14%. Dus je wil, als je er nu in zou willen springen, zou je een stap los van ruim 14% moeten zetten. Maar wat is dan je upside? Dit is even het grote plaatje. Dit moet je niet meteen FOMO geven, maar het kan wel, want het heeft die geld laten zien. En hoeveel was dat geld? Dat geld maakte volgens mij gewoon een 1000%. Net geen 1000%. Maar goed, je hebt het dus over een ruimte van 1000% hier tussen deze VIP en deze VIP, de 0.236. Als we dan gaan kijken, onze eerste target zou ik altijd van het hier. Want dit zal waarschijnlijk al mooie percentage geven. Dan kunnen we altijd verder kijken. Dus je risico heb ik net verteld. En ik heb hem allemaal verkeerd om. Oh. En draai je hem even om. Hats. Dan zou dat dit je eerste target kunnen zijn. Want wie zegt dat het ooit nog daar verder gaat groeien? Waar we straks nog even naartoe gaan kijken. Maar als je alleen al van deze prijs af kijkt, dan is de eerste target een 20%. Je tweede target is een 40%. Die 0.68 en 8, superbelangrijk. Je ziet het ook wel weer hier. Al die wigs die je op dit gedeelte. Het is nog niet eens bij die 0.68. en 8. Maar dit is ongeveer even als je die wiks erbij pakt: een 66 tot een 80%. En daarna heb je nog een pushje weer naar voren, een 110%. Dus je ziet, de ruimte is 110%. Hoe lang kan dat duren? Dat kan best lang duren. Maar het is tegenover je Bitcoin. Dus hiermee kun je dan Bitcoin verdienen. Maar het gaat me meer omdat we een mooie risk reward plek hebben. En stel dat we echt verder gaan groeien, dan kun je deze weer verleggen naar deze. En je ziet ook weer hoe fijn deze heeft gewerkt. En ik heb hem nog niet eens precies. Maar hier zou je. Dit is wel ook wel mooi om te laten zien. Als je gewoon één coin in de gaten houdt. Dan heb je hier waarschijnlijk een 50% wat je elke keer kan pakken. Als je gewoon tussen deze range treedt. Dus dan. Ja, hier word je steeds hoger. Maar stel dat je even vanuit hier tot en met hier deelt. Heb je zo van 30, 40 Ik denk wel heel hoog. Maar stel dat je gewoon een aantal keer 40% dan heb je hier, dit, dit is sowieso al meer dan 40%, want je komt van de bodem. Dat zal ik ook even laten zien. Stel dat je daar die beslissing maakt, dus één coin in de gaten houdt, een 80%. Dan heb je opeens weer nog een, nog een keer 40%, nog een keer 40%, nog een keer 40%, nog een keer 40%. Als je elke keer dan die beslissingen maakt, dan heb je 1, 2, 3, 4 en een andere keer dat je nog een. Naar de volgende target gaat, heb je vijf keer winst kunnen pakken uit een move. Dus even als je hem dan echt vanuit hier tot en met hier 140% en als je dan al minimaal vijf keer die 40% pakt, dan heb je dus al 200% gemaakt in dezelfde move. Maar zoals je merkt, je maakt grotere moves, want je pakt hier al 80% en in deze pak je waarschijnlijk ook weer een 80%. Dus zo kun je met één coin echt wel heel veel percentage maken. En ook in één move. In een beetje een sideways move. Dus ja, dit geeft mij wel perspectief op uh, de dollarkant. Want ja, hier, dus die mooie rest reward plek. Je zit wel onder die moving averages. Maar je hebt hier een mooie plek om achter te kunnen verschuilen. Deze plek is mooi om achter te kunnen verschuilen. En daarna moet je het gewoon laten gaan. Want dan heb je het liefst de prijs hier of, door, of nog verder. Maar goed, laten we eens kijken naar die dollarkant. Want die dollarkant, ik heb al een beetje lopen meten en weten. Maar we zullen het even op deze doen. En dit is de Polonix niet het meest betrouwbare. Maar toch wil je het altijd even doen. Omdat je hier toch net even iets meer informatie dan krijgt dan bij die andere. En zeg ik dat wel goed, want ik heb er nog één. Dit gaat vanaf april. Dan is Polonix nog wel het meest Dus op zich zou je al hier die eerste fib meteen hebben geraakt. Dus ook weer net tegenover die bitcoin heb je hier dus best wel een mooie plek waar je achter kan schuilen. Want je ziet ook weer, die prijs gaat omhoog en dan blijft hij hangen. Dan doen we meestal de pol toe, ook. Even kijken. Als je dan, want net had ik die al dus getekend of gebouwd. Dan had je, hier heb je iets, ja, je ziet die candles die kloppen niet helemaal, maar het ziet er wel vergelijkbaar uit. En dan heb je weer, ja, deze targets zijn super mooi. Want je ziet die 1,6 en 8 geraakt. En je ziet die 4,2, 6 zit bij deze VIP. En ook bij deze 3,6 en 8. Maar ook deze 2,6 en 8. Moet je altijd links kijken, vanuit hier val je naar beneden. Als je dan nog verder gaat kijken, dus die lijn doortrekt, val je vanuit hier op die 2,6 en 8 helemaal naar beneden. Dus dit is ook een belangrijk level om in de gaten te houden. En natuurlijk weer die 1,6 en 8. Want wie zegt dat het daar naar boven gaat? Het is hem hier ook niet gelukt. En tot nu toe daalt het alleen. En het enige positieve is dat je wel een higher high op dit gedeelte hebt gemaakt. En dat je nu misschien een higher low in het creëer bent. En dat je nu wel bij die dollar boven die rode moving average bent. En eigenlijk een beetje dat patroon volgt die wij al een tijdje volgen. Dus wat zijn onze. Nou, ons risico. Stel dus dat je er hierin gaat, is niet superveel. En ik druk hem iets te snel. Ons risico. Stel je gaat er hierin zonder maar te weten wat je doet. Dan zou je een stoploss van ruim 17% moeten hebben. Tenminste, ik zou hem denk ik zo strak mogelijk onder die uh, rode moving average. Dus het zou een beetje ruim 15%. Want als het daarna naar beneden gaat, dan gaat het waarschijnlijk deze square opvullen. En dan ben je weer het dubbele. Waarschijnlijk een 30 of een 40% naar beneden. Dus dat is je stoploss. Maar wat je upside. Als je hier echt uitbreekt, dan heb je wel echt een super mooie positie vanaf de bodem. En die kan je natuurlijk een stukje horen. Tenminste, wat ik doe, ik horde echt wel eens een klein stukje. Of tenminste, dat noem ik gewoon investeren op lange termijn. Hier heb je het over een ruimte van 225%. Dan zie je al die 6.85 hier, die rode, weer gelijk lopen met die 0.382 van die gele. Dat is een 370%. Die 11, die valt een beetje in niets. Ook die 18 vind ik niet echt super uh, vallen. Maar dat zijn ook echt hele gekke vips. Dus daarom. En de, die, die gele vips zijn ook helemaal op eigenlijk een één candle gebaseerd dus. Maar je hebt in ieder geval plekken waar je beslissingen kan maken. Voornamelijk hier. Want hier heb je al wat informatie. Dus ik hoop dat je wat aan deze hebt. De volgende die ik wil behandelen is Pearl. Pearl zit zeg maar ook in, soort, in een soortgelijk patroon. En ik heb hier... Waarschijnlijk een iets betere, of tenminste iets meer. history. Nee, dat was hem, denk ik. Pearl. Zat weer in hetzelfde patroon. En ik zal al heel even alles weghalen. We zullen eerst eens kijken waar, waar we hier op uitkwamen. Kwamen we hier een beetje met die 4,26 op 36 cent. En die 2,68 heet die G. Dus op zich kan ik deze reeks nog afmaken, want deze. Die rode VIP's komen nog uit deze move. Dus uit deze move is hij bij de 2,6 en geweest. Hij kan deze reeks nog afmaken naar de 36,5 cent. En denk in zones vanaf de 32 of vanaf de 33 cent. Je ziet ook hoe kort het in zo'n top is. Um, laten we eens kijken. Want die gele VIP's, daar hebben we ook nog wat aan. Die. En deze VIP's. En die zal ik wel een apart kleurtje geven. Die meet ik nu aan deze candle. Want hier springt er nu geld in. Zie je, het volume. Hier, één grote bom volume, groter dan hier en hier. En het geeft het nu ook weer helemaal terug. Je komt nu buiten die moving averages, waar dus ook heel veel coins vast in zitten. En daarna die grote move. Deze maakt dus ook een grote move. Is nog niet eens bij die 0.86 gekomen. Dus dat zou mijn eerste target zijn. En dat zit een beetje rond die 20 cent. Daarna heb je deze targets, die, uh, even kijken, de 23 tot en met de 25 cent. En je ziet hoe dicht die targets bij elkaar liggen. Hier moet je gewoon, tenminste wat ik doe, ik ga er hier gewoon, als het hier in me komt, gewoon erachter zitten. En ga ik gewoon zo hoog mogelijk proberen te verkopen. Want hier heb je het ongeveer over een ruimte van 24 tot en met 30, 30 cent. En daarna ga ik, stel dat het daar gewoon doorheen pusht, dan ga ik mijn pushje naar hier naartoe brengen. Hier en hier en later hopelijk nog daar. Dus ik hoop dat deze duidelijk is. En ik hoop dat je niet veel. Nou, hier zit ook vrij weinig risico in. Want als ik hem gewoon inzoom, en daarom wil ik hem ook laten zien. Want hier is dus geld ingesprongen en de prijs is nu naar ons toegekomen. Dus de prijs is weggesprongen. En ik moet het, uh, ik heb hier wel heel veel langer. Je ziet met een beetje fine dan kom je op die 0.786. Dus het kan nu nog naar die 0.83 gaan. Het kan ook nog helemaal hier naartoe gaan. Wat is je risico? Als je deze gewoon in gaten houdt. Dan kun je dus hier misschien al een positie openen. Dit is maar een 5% en dit is een 20%. Dus hieronder zou je stop los willen zetten. Hier zie je ook die moving averages komen. Nee, ik weet het niet, dit is gewoon een hele mooie positie, lijkt mij wel. Uh, maar het liefst daar beneden. Maar je kan hier dus met stoplossers werken. En anders, als die door die stoplossers heen gaat, dan kun je hier weer positie vergaren. Het gaat mij dus meer om dat principe: dus dat het geld, zich, het geld heeft zich laten zien. Het is, het is een beetje uit het patroon gebroken. Dus hou deze in de gaten. Of, uh, ik hoop gewoon dat je wat aan hebt. De volgende is Qtum. Ik weet nou niet of ik het allemaal goed zeg, maar. QueueDOM is er eigenlijk ook wel uitgesprongen. Hier heb ik die extension tool tot de 4.2.6. Hij heeft hem gehaald, gepierced. Dus je kan misschien nog gekkere hoger targets hebben. En je ziet ook, ik kan hem beter even automatisch doen. Ik zit echt van alles in te drukken, maar behalve de goede dingen. Ten eerste heb je deze, die gele vips. Die zijn denk ik het meest betrouwbaar. Voor mij dan. Je, ik ben eerst hier begonnen, maar als je echt die, dat grote plaatje, dan zou je dit als eerste vips. En je ziet ook weer hoe groot die retrace of die reacties zijn op die vips. Daarna helemaal naar beneden. Dus je bent weer vlakbij die 0.2.6. En je ziet ook weer die 0.206 links, hier. Alleen maar retrace, retrace, retrace. Dus hup naar beneden, hup naar beneden, hup naar beneden. Dat is allemaal ongeveer een beetje van het level vanaf de, 18, vanaf de 19 dollar tot de 20, 21 dollar. Dus dat, dat, daar is hij nu waarschijnlijk een beetje doorheen aan het uh, beuken, want je ziet wel dat hij naar boven aan het gaan is. Want hij maakt higher highs en higher lows, maar nog steeds wel uit een hele diepe downmove. Maar dit zou je eerste target sowieso moeten zijn, en mocht het dan verder springen dan heb je deze target. Dan is dit een 32 of een 33 dollar. Die 0,68 die ligt een beetje tussen de 53 en de 56 dollar. En hier heb je het gedeelte van de 0,786. En dan zie je hier nog die 11, de 84 dollar. Dus hier ook weer heb je wel mooie, ja, mooie tuigers voor als je erin zit. Want het liefst laat je deze, dus je risico. Dit is wel even goed om te laten zien. Je risico als je weer heel even die bodems uh, test. Alleen even de vorige, die zit hier op een 30 Deze op een 42 en deze 66%. Dus we springen niet zomaar in stonder, zonder een stop loss. Probeer een beetje met die trendlijnen en zo laag mogelijk altijd erin te springen. Tenminste, dat probeer ik. Want het heeft nu dus al een paar keer. Hier heeft het de duimhoef gebroken. Het is de prijs is naar ons toe gekomen. Het schiet weer weg. De prijs is weer naar ons toe gekomen. Het schiet weer weg. De prijs begint nu weer naar ons toe te komen. Dus met deze kun je over geduld hebben. En als je erin zit, hoop ik gewoon dat je heel veel succes hebt. En dat we deze targets gaan raken. Vraag hem weer aan als je hem weer terug wil zien. Ik vind het een hele goede coin. Uh, ik ga naar de volgende. RLC. RLC ook een goede coin. En wel iets heel geks laten zien. Niet per se. Dan kun je ook wel in het rijtje van uh, shitcoins zetten. En zo bedoel ik maar weer van ja, hoe goed ik een coin ook vind. Ja, als het die hele move in één stuk meteen teruggeeft... Dan kunnen er niet veel mensen aan verdienen. Dus uh, je verliest er meer mensen mee dan dat er mensen mee zullen verdienen. Dus met, dat, met die waarschuwing in je gedachten. En ik weet, oh, dat komt van deze kennel. Dit is nog niet eens zo heel gek. Ik ken hem ook helemaal van het daar. En je ziet, hij heeft een, een reactie erop. Daarna pierst hij hem een paar keer. Weer een reactie erop. Daarna gaat hij naartoe, redt hij hem niet. Daarna pierst hij hem. En weer een reactie erop. En daarna blijft hij een beetje. Tenminste, hij gaat wel onder die moving averages. Maar je ziet, het lijkt wel of je daar een beetje te vindt. Het is wel een grote move naar beneden. Ik kijk ook weer links die grote moves. Het is al een aantal keer gebeurd. Maar het lijkt wel of, alsof het levels dan door pierst. om deze ruimte te kunnen vullen. Dus als je deze ruimte dan kan vullen. en je hebt hier wel best wel weer een mooie risk reward plek. En Daarom wil ik deze ook steeds in die video. Daar gaat mijn video ook over. Want deze bodemtest is een 12% naar beneden. Deze bodemtesten, wat heel reëel is, is een 30% naar beneden. En deze is een 50% naar beneden. Maar je ziet, hij blijft hier vrij mooi hangen. Ik kijk, je kan allemaal lijnen trekken, maar het, is vaak, het zijn vaak boxes waar het in zit, of range's. Dus het liefst wil je hem gewoon onderaan die box. En je ziet hoe. Dat is die 12% naar beneden. Maar, wat staat er dan tegenover? Daar tegenover staat een hele grote kerstmaaltijd. Want hier de eerste target is alweer een 40%. Tweede target een 90%. Derde target een 180%. En hier heb je het nog alleen over de uh, retracement VIPs. Heb je het al over een 250%. Als ik dan ons helemaal FOMO gegeven geven en wat ik totaal niet wil. Want dat moet je gewoon afleren. Dat is gewoon het principe van in stukjes verkopen. Als ik deze leg meet, dan zie je dat ik deze leg meet. Het eerste wat hij raakt is die 0.236. En dit kun je dus een beetje gaan fine-tunen dat hij hem exact raakt. En je ziet ook hoe, hoe mooi die belangrijke fips op de andere fips vallen. Ik kan deze gewoon laten staan, maar ja, je ziet het zelf, ik trek gewoon naar deze lijn. En dit moet je zelf echt wat dieper in duiken. En dit moet ik ook nog zelf fine-tunen. Maar je ziet al hoe mooi het samenvloeit. De 0.68, die gele bij de 0.382 van die witte. Die 1.72 bij de 0.5, op zich ook netjes. Maar dit is het belangrijke: die 1.68 bij de 0.68. De 2.68 bij, ja eigenlijk tussen deze twee in, maar het meeste bij die hoogste target. En als we dan verder gaan kijken. Dan heb je de 4,246 op een 19,50 dollar. Dat zijn mooie targets. Want dan heb je het over een ruimte van. We hadden het net over 180 tot en met zoveel. En nu over 250. En nu hebben we het over een ruimte van 360 procent. Hoe lang dat duurt dat weet je niet. Dat kan natuurlijk gewoon een hele tijd duren. Kijken we weer links. Vanaf. 10 februari 2018 tot en met december 2020 moest je wachten en daarna kon je er feest vieren. En kijk ook hoe snel je die beslissingen moet maken. Maar het is een vrij nieuwe coin van het 2000, nou, niet vrij nieuw, maar op zich. Je kan wel pogingen wagen, want het heeft wel wat geld laten zien. En laten we doorgaan naar de volgende. Ik hoop gewoon dat je hier weer wat aan hebt. En heb je hier vragen over, zet het in de comments. Wil je bijvoorbeeld coins zien in de video's? Dan kun je dat ook in de comments zetten. Ik ben tussendoor even aan het zoeken waar ik naartoe wilde gaan. En dat is SC, niet naar Shiba. Shiba heb ik laatst. En wat is dit allemaal? Dit is waarschijnlijk nog uit een tijdje terug. Soms zal Training view ook echt gewoon een hele oude grafiekje terug. Ik heb het gelukkig nu één keer op video dat je ook echt twee dezelfde exchanges ziet. En dat het toch allebei een ander soort Fibonacci's geeft. Want hier zie ik ook gewoon echt allemaal oude... Even kijken. Hier ben jij die box. Je hebt die hele prijs teruggegeven. Je bent helemaal te doen met... Je hebt deze 0.8 helemaal gepierst. Je zit vast in het patroon. Dus tussen die moving averages. Je bent er ook even boven geweest. Dus dit kan betekenen dat je nog die grotere move kan, kan maken als je dan dit eerste geld meet. Dus hier spring je er recht uit tot en met hier. Het <laughs> is soms echt zo bizar dat die targets zo precies werken. Want dit, ik doe het nu op een dag. En dit moet je echt vanuit uh, dat volume waar het geld erin springt, waar het uitbreekt. En nu al zit je er eigenlijk bijna precies op. Dus je ziet, deze move kan ook gewoon gedaan zijn. En daarom, je zal echt wel sommige coins hebben. En dit is misschien niet het beste afsluiter. Maar waarom ik hem wilde laten zien, is omdat hij wel boven die, boven die moving averages blijft. Dus het maakt wel een grote down move. Maar je hebt in ieder geval nog wel een houvast. En ja, daarnaast zijn die percentages gewoon super mooi. Maar we, ja, waar ik dus deze kan die move hebben gemaakt. en daarna gewoon niet meer verder gaan. Hier een beetje doodbloeden. en dan pas veel later weer een grote move maken. Maar mochten we nu hoger gaan, dan zou dit mijn eerste target zijn. Die 18,5 cent. Tweede target. 12, 13 cent. En dat zijn wel hele hoge targets. Maar ook weer deze ruimte. Je bent nu op een 2 cent. Dus dat is heel goedkoop. Je hebt het hier over je eerste target. Dit zou mijn eerste target zijn: die 1 met 6 en 8, die gele. En eigenlijk zit ik, ja, eigenlijk zit ik een beetje verkeerd te kijken, want ik moet naar die rode kijken. Een 70%. Een, en ik moet helemaal niet naar de. Jawel, ik moet wel. Excuus, ik, ik ben heel even door de war. In ieder geval, die gele zijn belangrijk, maar die rode ook. En die zitten ook hartstikke dicht bij elkaar. Dus hier heb je het over echt wel een mooie ruimte van 100% tot en met een 180%. Dan gaan we verder, heb je het over 300%. Ik druk hem weer iets snel weg. Dat is omdat het de laatste is van de video. Je risico, even deze bodemtest, is een 20%. Echt helemaal naar beneden is een 40%. Nog meer naar beneden is een 56%. Maar je upside is dus bijna 300%. Als we echt, als we echt gaan knallen, net als die andere patronen. Uh, heb je vragen? Zet het in de comments. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan eventjes. En voor de nieuwe abonnees, hartstikke bedankt voor het abonneren. Ik zie jullie de volgende keer weer. Adios.